en ik speel van God. Ga zitten en zet de tas voor je op de grond tussen je voeten. Pak het rietendoosje uit het voorvakje. Haal het riet eruit. En zet het alvast in een bekertje water. Haal dan het tuigje uit de tas en trek het aan. Let op dat het haakje aan de rechterkant zit voor je dichtmaakt. Doe beide ritsen van de tas open. Pak het onderstuk met de twee gaten en de vleugel met het zilveren randje uit de tas. Zet deze twee onderdelen voorzichtig in elkaar. Draai de vleugel zodat er precies een mooi rondje bij het andere gat vrij is. Pak de baspijp, het langste onderdeel, en zet deze voorzichtig in het onderstuk. Let op dat er geen kleppen tegen de vleugel aankomen. Pak nu de beker en zet deze op het onderstuk. Let op dat de klep precies aansluit. Pak de S uit het vakje in de tas en zet deze voorzichtig draaiend in de vleugel. Draai de S zo dat die aan de kant van de kleppen komt. Hang je fagot met het oogje, dat zit op het onderstuk, aan de haak van je tuigje. Haal het riet uit het bekertje water en controleer met een piep of hij al speelbaar is of nog wat langer moet weken. Plaats het riet voorzichtig draaiend op de S. Als een onderdeel moeilijk in elkaar gaat, kun je het kurk van het onderdeel een beetje invetten met vet dat in een potje in je fagottas zit. De fagot hangt in het tuigje en de beker wijst een beetje schuin naar links. Laat je fagot op je linkerhand leunen en zet je linkerduim om het onderste ronde klepje. Hou je rechterhand op de zwarte handsteun. Ga niet met je gezicht naar het riet toe, maar laat het instrument naar jou toe komen. Zelf sta je mooi rechtop. Eventueel draai je de S en het riet zodat je er goed bij kan. Vouw je lippen naar binnen als een oud omaatje zonder kunstgebit. Leg het riet op je onderlip en blaas. Doe nu het riet op je fagot en blaas op dezelfde manier. Haal het riet voorzichtig van de S. Blaas het riet aan de achterkant goed door. Daarna veeg je hem voorzichtig droog op je hand. Dit maakt geen geluid. Berg het riet op in het rietendoosje. Haal de S van de fagot en blaas hier even kort doorheen. Doe dan de S terug in het vakje binnen in de tas. Haal voorzichtig de beker en de baspijp los. Trek de baspijp voorzichtig heen en weer draaiend van de beker. Let weer op dat de kleppen niet tegen de vleugel aankomen. Stop beker en baspijp terug in de tas. Draai nu de vleugel en het onderstuk uit elkaar. Deze moet je allebei schoonmaken. De binnenkant van de vleugel en beide gaten van het onderstuk maak je schoon met de wisser.
De vleugels stop je in het middenvakje van de tas. Het onderstuk komt aan de zijkant. De handsteun kan erop blijven zitten. Berg de wisser op en doe beide ritsen van de tas weer dicht. Ten slotte doe je je tuigje af en bergt het samen met het riet weer op in het voorvakje van de tas. Je bent klaar.